Welkom bij SKW's Beker TV. Veel plezier. Wacht, er komt een aanval. Dank voor het geven. Amusementswaarde van 100%. Jansken heeft hem, Jansken heeft de keeper. Come on! Pak hem af!
Mooi, jongen. Voetballiefhebbers, aandacht. We wisten uiteraard dat het niet zo gemakkelijk ging zijn. Nigel Smit kan ook zijn pion heel goed zetten, uiteraard, dat weet maar langer. De eerste helft waren we 1-0 voorsprong gekomen via Jurien, die trouwens goed in de wedstrijd zat. Dan zijn we wat teruggevallen als ploeg. Hebben we een beetje bijgestuurd aan de rust, maar we voelden genoeg dat het niet gemakkelijk ging zijn. Ruimbeke kwam eigenlijk terecht op 1-1. Ook met een zeer mooi doelpunt. En dan eigenlijk nog de laatste 10 minuutjes een beetje een goed shot van Brenton die schitterend in de hoek gaat. En dan heb je nog gevleid, 3 punten kunnen pakken. Een beetje jammer voor Rumbeke, maar daar gaan we ons eigenlijk niets van aantrekken. De stand zal weer verbeteren en we blijven naar Amoe kijken. We zitten aan de helft van de poelenmatchen en gaan vandaag verder met poelen C. Na 1 match stonden John en Joachim aan de leiding in doel Gilles Vermarken. Vandaag John de Vos tegen Nico Buik. Met dit gelijkspel neemt John voorlopig de leiding. Niets is hier echter gespeeld. Volgende week het duel tussen Joachim en Werner. Veel plezier! Allee, tot de volgende week, hè.